Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 40 hier in Frankrijk. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dan rechts moet het ietsje, klik erop en zal die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag. En zondag om 1 uur een video. Goed, de vorige race verliep weer uitstekend. Wonnen daar alweer de grote prijs met het snelste racepunt. Wat betekent dat we gewoon flink aan kop staan in het klassement. Dat is goed om te zien. Helaas dat Mika Hakkinen nog niet echt heeft gepresteerd dit seizoen. Moet aan wat veranderen. Dus staan er wel goed voor bij de Resource and Development programma. Programs eigenlijk. Is het eigenlijk geen idee wat het is. Updates. Klimmen dichter naar Aston Martin en zijn nu het vierde snelste team. Dus we komen eraan. En ja, tot nu toe bijna alle grote prijzen gewonnen. Helaas, Imola niet. 14 overwinningen in totaal behaald. En dan gaan we nu even een rivaal kiezen. En dat wordt dan even Sainz met zijn nieuwe race overal. Want ja, de auto's zijn nog van Las Vegas. Goed, geen probleem. Top, mooi. En dan vind ik het wel tijd voor de kwalificatie in Frankrijk. Daar gaan we dan. We zijn aanbeland bij Q1 en kijken of we kunnen doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Flinke bewolking op het circuit. Er is gelukkig geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien. En de DRS is dus geopend. Gaan we gewoon kijken wat we kunnen gaan doen op het circuit van Paul Ricard. Daar helaas een moment te wijd bij die tweede bocht. Heeft ons wat tijd gekost. Is minder mooi, maar goed. We kunnen ons gewoon nog een tijd permitteren. Dit is pas het eerste kwalificatiedeel, dus geen zorgen met groen in sector 1 en 2. Komen we dus bij start-finish aan. Met de DRS geopend. En dan laten wij de tweede tijd noteren. Prima ronde van ons tot nu toe. Aanbeland bij het einde van Q1. Op dit moment een zevende positie. Moet dus verandering inkomen. Heel veel mensen zijn dus gewoon nog binnen gebleven. En wij gaan op een hele rustige baan proberen onszelf naar voren te werken met deze kwalificatieronde in het eerste kwalificatiedeel. En daar helaas te wijd en missen die pion en krijgen daardoor een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding, wat ook zeer terecht is. We laten paars in sector 1 noteren, groen in sector 2. Iedereen is naar buiten gegaan voor een outlap. En ik denk dat iedereen elkaar gaat ophouden. Want die zitten heel erg dicht op elkaar en wij laten en kunnen hier een hele schone ronde noteren. En dat is P2. Op 28.000ste van Verstappen. Dat betekent dat we door zijn naar Q2 met ongeveer 50 seconden op de klok. We gaan het proberen om met één run te doen. Om een setje zachte banden uit te sparen. Voor het laatste kwalificatiedeel. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Eerste bocht, dit keer snijden we hem te vroeg aan en krijgen daardoor een tracklimit waarschuwing. Maar goed, dat geeft niks. We kunnen gewoon nog onze ronden gaan vervolgen. Vlag hangt uit in Q2. Wij staan op de laatste plek, P16 dus. En kijken waar deze ronde ons naartoe brengt. Met de DRS die geopend is. En dan laten wij de snelste tijd noteren, jazeker. Goed gedaan. Kom aan bij Q3, laatste kwalificatiedeel. En kijken of we ook naar de pole position kunnen gaan toerijden. Bouwen onze ronde heel rustig op. Met nog 9 minuten op de klok. Eerste bocht kon wat beter. Ik ben blij dat we geen tracklimitswaarschuwing daarvoor kregen. Ongeveer 7 minuten op de teller.
op dit moment een 10e positie met nog geen tijd. Komen aan bij start-finish met de DRS die geopend is. En dan laten wij voorlopig de pole position noteren. Goed gedaan. We zijn dus weer naar buiten voor een tweede run in Q3. De beslissende ronde in Q3 gaat dus beginnen. Kijken of iedereen zich kan gaan verbeteren. En mocht dat niet zijn, dan breken we deze ronde gewoon af. Mika Hakkinen voorlopig op de 5e positie. En iedereen, want wij zijn dus nu ook bezig, is met de snelle ronde aan de gang. Komen daar wel in het groen terecht bij de Delta. Goed gedaan. Krijgen we dan wel een track limits waarschuwing voor het afsnijden van die bocht. Laat een groen in sector 1 noteren. Zijn 20.000ste sneller dan onze beste tijd. De vlag hangt uit en wij op dit moment naar een 5e positie. Iedereen is sneller gegaan, maar wij zitten ruim 17e onder onze eigen tijd. Ruim 18e onder onze eigen tijd. Maak daar maar 19e van. En dat is de pole position weer afgepakt. Prima ronde van ons. Goed gedaan. Piastri knapt naar P2, maar Mika Hakkinen doet het goed. P3 voor hem. Wij pakken dus pole position voor de grote prijs van Frankrijk. Dat is goed om te zien. Red Bull stelt helaas teleur met 7 en 8. En Magnussen doet het goed voor Haas. Dan is het op naar de race en kijken wat we dus kunnen gaan doen voor aflevering nummer 40. Daar gaan we dan. Again then at La Castellet for another round of this year's Formula One World Championship. Renault took their first French Grand Prix win here all the way back in the inaugural race in 1906, but it was another 73 years before they could take their second. I'm sure Alpine will be pushing hard to delight the local fans here today. Six lefts and nine rights give us a total of 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, and a lap covers an overall distance of 3.6 miles. Average speeds will be somewhere in the region of 142 miles per hour, and they'll be maxing out on the Mistral straight at around 205 miles per hour. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, and Oscar Piastri completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Hakkinen, Norris, Sainz, Perez, Verstappen, Gasly, Magnussen, Stroll, Leclerc, Richard Vasseur, Ocon, Hülkenberg, Drugovic, Russell, Albon, Sargeant, Bottas, Joe, Tsunoda, and Nyck de Vries rounds off the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And we welcome Natalie Pinkham to the comm box once again. Nat's no weather issues to worry about. It is dry and glorious out there. Everyone can focus on the racing. Well, the regulations aren't new anymore, but the teams and the drivers are still coming to terms with them. I firmly believe it's also track specific. We've seen some wheel-to-wheel racing throughout the year. Some tracks lend themselves better to it than others. I'd like to see it at every race in the whole season. Is that too much to ask? Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nou, we moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen in deze race. Ik denk ook wel dat dat gaat lukken. Kijken wat we dus kunnen gaan doen vanaf pole position in deze grote prijs van Frankrijk. Strategie is gewoon soft medium, denk ik. Nemen ook zoals altijd wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Strategie is medium hard. Interessant. Gaan we gewoon even aanpassen, denk ik. Of we zien wel wat we kunnen gaan doen. Gewoon even kijken wat het slimst is. Want ja, we starten op de pole position. Dus ik ga denk ik gewoon voor de medium band. Dat we dus daar naartoe gaan. Dus start op soft. Eindig op mediums. Dat is de strategie. Gaan we ons voorbereiden voor de formatieronde. Met Piastri die ook op soft start. Hakkinen op de medium band. Die gaat langer doorrijden dan onszelf.
Dus we gaan even kijken wat dat dan dus met ons gaat meebrengen. Maar nu eerst dus de formatieronde. Moeten de banden en de remmen zien op te warmen. De motor mag niet al te heet worden. En dan gaan we zometeen beginnen voor aflevering nummer 40 alweer hier in Frankrijk. Komen dus aan bij onze startpositie zometeen. Nog even alles extra opwarmen. En dan ben ik benieuwd wat Oscar Piastri kan gaan doen vanaf die tweede positie. Dat wordt ook denk ik spannend. Als die McLaren een goede start heeft, ja, dan zijn wij denk ik gewoon de pineut. Komen prima in onze gridpositie terecht. Wachten totdat de laatste auto bij zijn of haar positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de nummer 40 van F1-23. My Team McLaren wordt voor de grote prijs van Spanje met onszelf. Dus op pole position, op die zachte band. Piastri, P2, Hakkinen op die mediumband, op de derde plek. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Frankrijk. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En Hakkinen heeft een topstart. Kijkt al, wou daar al kijken voor P2, voor P1, maar dat lukt helaas niet. Moet het even doen met de tweede positie. Wij dus aan de leiding. Piastri een plekje verloren. Perez pakt Norris, maar Norris pakt Perez weer terug. En Hakkinen aan de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Is er definitief voorbij misschien. Zit daar nog. En wij kijken daar aan de buitenkant. Kunnen hier misschien tractie meenemen. Lukt dat? Zij aan zij. En jazeker nog steeds P1 in handen. Gat naar Hakkinen nu inmiddels 17e, 18e. Dus wordt nu groter door die zachte band. Iedereen goed door de eerste bocht heen gekomen. Dat is goed om te zien. Kom aan bij ronde nummer 2. Als wij paars in sector 1 neerzetten en wij laten het snelste race ronde noteren. Maar daar zit Hakkinen met de slipstream en is er gewoon voorbij. Daar zit ook Piastri te kijken, maar kan er niet langs. En wij proberen Hakkinen terug aan te vallen. Is mislukt. Moeten we het zometeen hebben van de zachte band. Hier in de slipstream kijken bij de fin met groen in sector 2. En dan kunnen we hier misschien die binnenkant kiezen. Jazeker. Gaat daar maar net goed. Zij aan zij met mijn teamgenoot. Kies daar voor die binnenkant. Is er nog niet voorbij. En wij pakken de leiding weer terug. In de tweede ronde van de race. Goed gedaan. Gaan we zometeen ronde nummer 3 alweer in met de DRS die dan beschikbaar is gesteld door Race Director. Hakkinen kan hier weer terugkijken voor een aanval. Wij proberen hem af te knijpen richting die muur. Dat is helemaal nutteloos. Proberen het nog wel bij die eerste bocht. Mislukt ook. En wij pakken een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Hakkinen dus aan de leiding in de grote prijs van Frankrijk in de derde ronde van de race. Wij dus terugverwezen naar P2. Hebben zometeen wel de DRS van onze teamgenoot. Norris op P3, Piastri op 4 en Perez op P5. DRS is ingeschakeld, hebben de overtakeknop aanstaan. Slipstream proberen te pakken van de Fin. En hier aan de binnenkant, jazeker, gaat daar maar net goed. Houden het een beetje clean en zo pakken wij de leiding weer terug in de derde ronde van de race. Einde ronde nummer 3, begin ronde nummer 4. Als Hakkinen en Piastri knokken voor P1. Drie dik daar in de eerste bocht. Mislukt. Wij houden gelukkig voet bij stuk. En zo behouden wij P1 in ronde nummer 4. Norris naar de buitenkant. Kan er niet langs. Hakkinen knokt een positie met Piastri voor P4. Ik dacht even dat hij terug was gezakt naar de vierde positie. Maar dat bleek dus niet waar. Wat wel waar is, is dat Norris het probeert via die buitenkant. En is er gewoon voorbij. Maar wij kunnen terug aanvallen bij de Brit. Jazeker, en duw hem daar een beetje wijd. Om te zorgen dat Hakkinen weer terug kan komen. Wij gaan daar wijd. En duwen Norris daar ook helemaal wijd. Nieuwe strategie is beschikbaar. Gaan in ronde nummer 6 naar de mediumband. Nu zit Piastri weer op P2. Hakkinen op P3. En Norris op de vierde tijd.
Prima race voor ons. Zometeen kan wel Piastri weer kijken met die zachte band. En ja, hij rijdt er gewoon weer langs. Ik wou eigenlijk zeggen, is er gewoon voorbij, maar rijdt er gewoon helemaal langs. Kunnen we wel terug aanvallen, dat doen we ook. Beetje agressief bezig zijn, maar goed, dat geeft niks. En dan vind ik het wel tijd om die zachte banden te dumpen. Gaan een ronde eerder, of twee ronden zelfs eerder naar binnen dan gepland. Ga proberen de undercut te plegen op Piastri, Norris, Hakkinen, Perez enzovoort enzovoort enzovoort. Wij duiken volgens mij als enigste naar binnen in deze ronde. Kan ons wat voordeel geven tijdens de outlap. ...3,3 en een prima pitstop voor ons. Komen we terug op de laatste positie. Met diverse mediums gaan wij nu proberen om de undercut te slagen op alle auto's voor ons. Er zijn nog maar 8 rondes te gaan in de race. Ronde nummer 12 is het als wij op P3 rijden. Undercut heeft gepleegd behalve op Perez en Hakkinen, maar die moeten nog naar binnen. Dus ja, het zit wel goed. Het gat naar Piastri is inmiddels 5,3 seconden. Dus de undercut heeft gewoon zijn werk goed gedaan. Benieuwd wanneer Perez en Hakkinen naar binnen duiken voor hun pitstop. Nog 7 rondes te gaan, dus ik zou verwachten dat ze nu naar binnen duiken voor die zachte band. Gele vlag in sector 3, daar is iets gebeurd. Hakkinen is naar binnen gedoken. Voor zijn pitstop, maar de rode vlag is uit. De rode vlag is uitgeroepen, maar Hakkinen is nu naar binnen. Leclerc heeft een probleem aan boord bij Piastri, rijdend op P4. Wat er zo net gebeurde. Die is hem hier kwijt. Staat stil. Norris is hem gepasseerd en Leclerc rijdt erop. Maar ik vind het vreemd dat Piastri geen actie heeft ondernomen. En daar gewoon een file van heel veel auto's. Leclerc in zijn Las Vegas auto rijdt tegen de Australiër op Piastri dus. Op P6 ziet Piastri daar staan. Hij houdt gewoon de racelijn aan. En daardoor komt er een opstopping en is er een rode vlag. Nou ben ik benieuwd of Hakkinen van band is gewisseld tijdens die rode vlag. Gaan we gewoon even kijken wat ze kunnen gaan doen. Ga naar die zachte band. Ga naar de zachte band in ronde nummer 19. Ronde nummer 14, excuses. Nog 5 rondes te gaan. Maar dat betekent, Hakkinen is niet naar binnen geweest. Dus moet nog een keer naar binnen. Maar goed, de herstart. Hoe verloopt die? Die verloopt uitstekend. Kijk maar, Perez gelijk gepasseerd. Goed gedaan, een prima start van ons. Zo mogen we het zien. En zo pakken wij de leiding af in ronde nummer 14. Piastri met die 5 seconden straf gaat denk ik ver terugvallen. Hakkinen moet gewoon nog naar binnen voor een pitstop. Jammer dat hij niet van band is gewisseld. Had hij gewoon moeten doen. Hij had gewoon naar de zachte band moeten gaan. En daardoor kon hij gewoon op P2 rijden. Daar rijdt hij trouwens nu ook op. Maar hij moet dus naar binnen voor een pitstop. Voor een bandenwissel. En we gaan ronde nummer 15 alweer in. En daar is dan op het moment Hakkinen van de leiding naar de pitstop. En valt denk ik tot achteraan terug. Zonde, zonde, zonde van hem dat hij dit heeft gedaan. Oliedom ook. En zo gaan belangrijke punten in rook op voor het team. En dat is echt zonde, zonde, zonde. En ook hartstikke jammer. Maar goed, wij hebben niet die fout gemaakt. Dat heeft onze teammaat dus gedaan. Goed, in ronde nummer 15 dus. Nog aan de leiding. Perez op de harde band. Piastri op P3, maar die heeft een 5 seconden straf. Hakkinen is weer de baan opgestuurd en rijdt helemaal achteraan. Herhaling van Perez. Hoe die start verliep. Heel slecht. En wij waren hem al gelijk gepasseerd hier aan de buitenkant. Jazeker. En zo pakken wij P1 af van de Mexicaan.
Häkkinen volgt ons op P2, zit daar goed en blijft daar ook. Toen nog op podiumkoers, nu op de laatste plek. En dan zitten we in ronde nummer 18 van de race, nog twee rondes te gaan in de wedstrijd. Perez op P2 met die harde band. Kan misschien gaan aanvallen voor de leiding. Met de DRS. Kijk naar de buitenkant. Is er voorbij. Maar wij remmen later dan de Mexicaan. Kan ook niet insturen en duwen daar een beetje wijd. Verstappen kan trouwens meekijken. Rijdt op P2 nu. Is in gevecht met zijn teammaat Perez. Norris op P4 met de snelste raceronde. Sorry, met die 5 seconden straf. Wij hebben de snelste raceronde in handen. Piastri is er trouwens. Met die 5 seconden straf. Norris dus op P5. Häkkinen nog steeds achteraan in het veld. Kan niet echt naar de jongens voor hem rijden. Dat is volgens mij Nyck de Vries die daar als 20ste rijdt. Wij gaan de laatste raceronde alweer in. Zometeen. Met Perez achter ons. Hetzelfde geldt voor Max Verstappen en Oscar Piastri. Met die 5 seconden straf gaat denk ik heel ver terugvallen. Wij moeten zometeen het hoofd koel zien te houden op de rechte stukken. Laatste ronde loopt dus. En daar zit Perez aan de binnenkant, maar kan er niet voorbij. Was daar even heel close, keek daar ook even. Maar wij houden gelukkig het hoofd koel. Kan hier nogmaals proberen aan de buitenkant. Lukt ook niet. Dan volgt zometeen dat lange rechte stuk met de DRS-zone. Dat betekent dat Perez zometeen de leiding even kan afpakken. Dan moeten wij ervoor zorgen dat wij hem weer terug gaan veroveren. Met nog ongeveer een halve ronde te gaan op dit circuit. Drie kwart eigenlijk. En daar zit Perez. Via de buitenkant is voorbij. Verstappen is er ook voorbij. Maar wij pakken hier de beide Red Bulls terug. Schieten daar een beetje door. Maar goed, geeft niks. We houden gewoon de leiding. En we zijn aanbeland bij de laatste sector. Sector 3 dus. Perez hier aan de buitenkant. Maar is hij niet voorbij? Kan er ook niet voorbij, want wij duwen hem daarbij. Max naar P2 op die mediumband. Ik denk dat wij hem gaan redden. Ik denk dat wij de druk van de Red Bulls weten te doorstaan in de laatste ronde van de race. Raken Verstappen daar trouwens. En die heeft voorvleugelschade opgenomen. Dat betekent Perez gaat hier als tweede eindigen. Wij winnen dus de race met een snel racerondepunt. Prima race van ons. Jammer van Mika Häkkinen. Slechte timing tijdens de rode vlag. En ook dom dat hij niet van banden is gewisseld. Maar goed, dat geeft allemaal niks. Wij doen het hier in Frankrijk. Goed gedaan. En op naar de volgende race. So, Natalie, what made the difference out there today? Well, confidence breeds confidence. Success breeds success. They are very much enjoying a purple patch right now. What a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Hier hebben we dan de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus ook de grootprijs van Frankrijk met als snelste racerondepunt. Dat is goed om te zien. Perez komt 14e tekort voor zijn eerste overwinning. En wij krijgen ook driver of the day. We stappen op P3, Norris 4 en de rest zien jullie allemaal in beeld. Jammer van Mika Häkkinen. En twee uitvallers, Logan Sargeant en Charles Leclerc. En Piastri zakt helemaal weg uit de punten dankzij die 5 seconden straf. Klassement. 82 punten achterstand heeft Verstappen. En 42 punten achterstand heeft Red Bull in het constructeurskampioenschap. Dus dat is goed om te zien. Prima seizoen van ons tot nu toe. Häkkinen op P9. En dat is toch wat minder. Moet daar echt wat aan gaan veranderen. Anders P9
ben ik bang dat wij hem niet gaan verlengen voor de resterende races. Dus we moeten even naar kijken wat we daarmee gaan doen. Betekent ook rivaal breakdown plus 5 voor mij plus 2 voor Sainz. 7 tegenover 3. Dat is ook goed om te zien. Team Acclaim is ook gewoon weer keurig zijn gangetjes gegaan, jazeker. En dan komen we zo meteen aan bij het geld. Eigenlijk het sponsorgeld. Alle sponsoren binnengehaald. 1,42 miljoen dollar erbij gegaan en gedaan. 100.000 erbij. Helaas heeft Akine $25.000 misgelopen. Dat is jammer. Maar goed, in totaal 26,85 miljoen dollar op de bank. Dus we zouden in principe Akine kunnen gaan vervangen voor een andere coureur. Jazeker, en zijn we nu ook aanbeland. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Dat is nieuw op mijn gaming kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Karimmoed content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.